Hello, good afternoon. San Bonani, goeiemiddag, and welcome to A Walk with Mel. Thank you so much for tuning in and hoping you guys had an awesome day so far. Julle sal nie glo nie, soos all the way in George, all the way gestap, a walk gevat tot binnen in George. En ons is hier by Oom Bill se coffee shop. Julle moet het glo, so as julle ooit hier so kom by George, maak seker om 'n draai te maak by Oom Bill se coffee shop. Ons het vandag the one and only Sean Botha. Hier op A Walk with Mel. Yeah. Talent is ons maar oral in die land en ons is so blim vir jou op die show te het vandag. Plezier, awesome stuff. So vertel ons een beetje voor die mensen wat je weet. Ik geef zo een beetje van een intro van wie je is en van waar je komt. Oké, mijn naam is Sean. Stage name, musician. Ik is van Kinross, geboren in George. Wow. Maar ik was voor 2 maanden oud en toen. So ek was 2 maanden oud toe ek in die plane vlieg. Wow, jy is op het nou? Levels? So ek was op het. Toe bly ons in Kinross. Ek het my al my schooling gedoen daar. Lovely. Nou Kinross, mense vra, as jy praat van Kinross, dan denk mense, waar is Kinross? Ja, waar is Kinross? Dit is so 100 kilo's van Johannesburg af. Wow, dit is eindelijk wit, nie? Ja, is bykie baie wit. So dit is maar nou waar ek my schoolloopbaan gedoen het. Okay. En dit is maar nou wie ek is en van lovely, lovely. En jou naam is interessant, jou stage name is Zichon. Zichon. Vertel ons van hoe jy die naampie gekry het of ontwikkel het. Kijk. Klinkt so'n bietjie French, ek weet nie, Zichon. Artis soek moes maar nou een stage naam om sy creativiteit of sy art te represent. Ek is een muzikant, my naam is Sean. So dit maak my net... Ah, een combinatie. Ja, so is een combination van musician. Sean, so... Lovely. Musician. As asof het uitgesit is vir jou. Ja, as amper soos het uitgesit is. Sê my gewoon, hoe die muziek bak vir jou gebeid? Hoe dit vir jou begin? So het maar begin vir baie mense in die kerk, gesing, 5 jaar oud. Sing elke sondag. So sondag aan, sing ek diezelfde... Stanley. Selfde liekie. Yes, as ken my jou die liekie, sê die kop uit al. Ja, ja. So, dis maar waar het begin het en... En dan het die liefde vir muziek my net altyd by my geblei. Die mens het altyd gesê, die man van is, die man met die gouwe stem. Wow. Ja, oké, wat series gaan maak een dag. Wow. Dit het my altyd geblei. Stanley. En totdat jy nou besluit, oké, jy moet het my net nou doen. Wow, amazing. En dis toe jy net besluit het, is dat... Ja, just go for it. Be like Nike and just... Just do it. Do it. En dan obviously, jy het al baie events gereel. Ja. So in George. So vertel ons 'n bietjie meer van jy eerste event en ook van enige highlights in die events wat jy gereel. Okay, die Musician and Company event wat ons doen is, ek is 'n liedjie skryver. Yes. So ek skryf graag verskillende type liedjies. Cool. En dan kry ek 'n sekere stem en 'n artist. Wow. Om die liedjie... te sing. En tot lewe te bring amper. Tot lewe te bring van ek het nou wel een nice team. Thanks. Maar ek kan nie alles sing nie. Wow, that's so amazing. I can't sing everything that I write. Awesome. So ek kry een stem, een sekere stem wat ek dink die song met gaan pas. Clear gee. Okay. En dan like sit ons op een stage and then we hope to give entertain them a the bigger crowd stage. As well. Wow. Ja, so daar was die eerste show wat ons laatst jaar gehad. Ons het 2 shows laatst jaar gehad. Pas, basically dieselfde. Okay. Maar sommer pret aan, man. Wow, is vir die hele familie. Wow, amazing. Is vir die hele familie, die kleinkinders geniet het. Ah, wow, ek kan imagine. So ons doen songs soos, het jy al gehoor van Blazei? Blazei? Maar niemand weet wie is Blazei. Okay. So die catch is dan, het jy al gehoor van Blazei, maar ons... By elke show soek ons vir Blazei. Julle slim. Ons soek nou nog vir Blazei. So as julle weet waar Blazei is, laat weet toch asseblief vir ons. Asseblief, message op. Van ons soek ons nou al die 3de show. Wat julle vir Blazei soek. Wat ons vir Blazei soek. Stunning. Ja, in die 3de show het ons een theme gehad, Painting the Town Red. Wow. So Painting the Town Red is basically where you come, you leave your mark. Wow. So that's what we hope to do and to give people a stage that they don't get that Wow, that's amazing. Ek like wat jy doen. En dan sê my gou, as jy nou jou musiek skryf, nê? Ja. Hoe kies jy die mense om daai liedjie 'n bietjie kleur te gee soos jy nou gesê het? Hoe kies 'n mens? Man, jy kom ons maar nou by 'n kerk of jy kom by 'n show of jy kom en dan identify jy een sekere stem en dan denk jy, wow, die liedjie wat ek geskryf het, sal nogal mooi pas by haar of by hom.
En dan benader je en dan sê je, kijk, ik heb een liedje voor jou. Dan zit ons met jou op de stage. Wauw. En dan, the sky is the limit, I guess. Stunning. So that's basically what we do. Mm-hmm. We hope to give those that don't have the opportunity to give them a stage and to share the gift with the world. Wow. Awesome stuff. Ook so vertel ons 'n bietjie van highlights in jou carrière. Ik weet jy het SS Got Talent gedoen. Yeah. So cool. Vertel ons van die experience. Ja, daai was nogal so lekker nee op jou. die aand van die show, daai was die 17de June. Die 18de te vlieg ons op Kaap toe vir die SS Got Talent audition. Wat gebeur het by die audition? Ons kom op die stage toe, wil die klavier wat ons gekry het, toe wil die ding net nie speel nie. Wow. En toe is ons voor die audience en die mense wag vir ons. Oh my word. En toe die volgende dag toe kry ons daarom ons geleentheid. Toe kon julle glad die daai dag? Daai aand toe kon ons het, toe sê hulle, okay, kak vir ons. Sure. En daai is die staat, nie? Ja, so daai was 'n bloep. Yes. maar die volgende dag toe kry ons maar nou weer die geleentheid om ons ding te doen. Yes. Die titel van die ding wat van die track wat ons gedoen het is Lekker by die See. Lovely, lekker. Kijk, ek weet nie van jou nie, maar yes. Ek weet, dis heerlijk. Is altyd lekker by die See. Is lekker by die See. Altyd lekker. So, ons het maar die feeling van die events wat by die See gebeur. Oh, ons wow. Captured it. En dan sit ons met 'n song in. Stunning. Van daar af het Lekker by die See opgeblou, die wow. Kindertjies die babakies sing het. Wow. So ons hoop dat Lekker by die See nog gaan nog weier gaan. Ja, gaan weier gaan. So en die lyrics wat ons gebruik is lekker man. Jy voel dit sommer. Dit is van 'n romeisie. Jo, amen. En 'n ice cream. Yes. Dis dieselfde ding, hè. Jy sê hulle ding, mense, asseblief, ons kan hulle subtitles opsit. In 'n chippy en 'n hoenderboutjie. Lovely. So dis maar nou basis van jy wil musiek tot op mense se level. Wow. Jy wil nie daar hoog praat van musiek en die mense geniet eintlik vir sewende laan. Neem jou plek in, baie belangrik. Ja, so awesome. Dis basis en van daar af het die ons het seker oor die 100,000 views gekry. Wow. Op Lekker by die See. So check it out, YouTube, Lekker by die See. Stunning. Van daar af, kyk ons maar nou om. Om weer te gaan, ja. Dis reg. Lovely. En dan sê gou vir my, waar kry jy jou inspirasie? As dit kom by jou musiek, want jy is nou 'n skrywer. Ja. En as ek vir myself moet dink, ek sal nie weet waar oor om te skryf al die tyd nie, maar waar kry jy jou inspirasie? It's basic. Soos ek was vir 'n tydjie by Cape Music Institute. Mm-hmm. Toe sê ek vir die studente dat as jy 'n songwriter is, moet jy altyd onthou wat ook al jy is, jy is 'n skrywer. Wow. So ek gaan al eendag my ma by 'n skoenewinkel. Mm-hmm. Maar nou sien ek die houtak skoene. Mm-hmm. Sy is in die paskamer. Yeah. Ek sien die houtak skoene. Mm-hmm. Maar nou dink ek myself, wat kan ek skryf oor houtak skoene? Wow. So random. So random. Yo. Toe gebruik ek hy idee om van houtak skoene te skryf. Wow. So en dan kom jy op met goede soos if you want to impress me, you gotta quit wearing wooden heels. Nou jy weet as 'n dame met houtak skoene aankom. jy kan hoor. Nee, kan nie, jy hoor van 'n meter af al. Eilik aankom aan. Jy kan hoor as houtak skoene. Nou houtak skoene nou jy wil dit nou compare met iets anders soos 'n hart wat beat. Even het compare met de klok op je meer. Hetzelfde ding. Hey! Verstaan je? So, wow. En gebruik je zulke type dingen aan. Zit je in die song. Net om hem kleur te geven. Ik like dat kleur, nee? Yes. Net om hem kleur te geven. So, mijn inspiratie komt van overal. Van overal. Wow. Ik kan een gezelschap met jou het op WhatsApp. En dan zeg je iets. En dan zei ik het als een idee. Wow. En dan later als ik nou gaan schrijven. En dan zal ik nou kijken. Ja, ik heb nog niks om te schrijven, maar oké, ik heb een paar ideeën. Wow, dat is amazing. En dan schrijf je die zo. Wow, amazing. En zeg maar, doe jij hierdie ding voltijds of is het parttime voor jou? Ik doe het voltijds. Wow, ja, amazing. En denk je dat het possible voor ons als artists om te survive? In Zuid-Afrika gaan ik maar nog vragen als een heel. Want ik weet het soms moeilijk voor ons in die Kaap ook, maar om te survive. Yeah. Maar denk je dat het moeilijk om te survive? Kijk, ik denk, je moet maar net iets anders kry om te doen. Van, is baie moeilik.
Kry maar werk. Kry werk, 9 to 5 ons. Kry maar nou 9 to 5 en los die man over die rejection en, ja, en al die type dinge. Mm-hmm. Maar ek meen, ek het die gezegde wat ek gebruik, if you can dream it, you can have it. Wow. En dan is ook iets soos if you can get to a place where your reality, where your dreams merges with your reality, I think that's your place of peace. Wow. Is dat nie? Van jy wil kom by jou drome. Sure, amazing. Jy wil kom by jou gedagtes. Stunning. En as jy daar is, en dan is dit soveel, en kom so peace, oor jou, dan jy, ja, as jy op stage staan, dan denk jy, ja, dat het actually gebeur. Die is eindelijk wat ek wil. Wow. En gepraat van drome, wat is die visie vir jou en wat jy doen? Wat is die visie in die toekomst? Kijk, my visie is... Toe jy begin het bijvoorbeeld, wat is die visie vir jou? Ja. My visie is, moes maar nou, ek het jare terug, het ek so, was ek in die jeugd, toe sê hulle, ons moet iets teken oor wat ons sien. Toe teken ek so piano op die stage, en een skare van mense. Wow! So dis eindelijk, en toe later aan, toe kom die inspiratie om anders stage te gee. Wow. Dat is die altijd een geleentheid. Dat is die waarheid, dat is die waarheid. Ja, ek like dat. My droom is dan om liedjes te skryf vir mense. Sure. Hulle op een stage sit. Stunning. And then if it's a hit, then they blow up. Love it, love it. We live the life. We all love the life. Yes. En gepraat van ander mense liedjes, jy het ook vir Locomotive, as ek het reg het. Ja, ja. Het jy ook, skryf jy ook in hulle liedje op Group FM gespeeld? Ja, hulle het. Vertel ons 'n bietjie van dit. You and I, Locomotive is een local groep, buddies van my. Stunning. Hulle het ook gewerk, twee as twins, hulle het gewerk. En sê ek vir die buddies, kyk die manne, yes. Jy weet ons nou jylle, yes. Jylle moet die ding doen. Doe net mal. Toe kree ek maar nou die manne en laat ons net die ding doen. Hulle het by al drie shows eindelijk gefeature. Wow. So ek sien maar nou die gift en dan sê ek vir jou, kom, laat ons jou op een stage sit. So then we released the song You and I. Ek was ook een skryver op die track. Stunning. Nou die track het top 20 status behaal op Outdoor FM. Dit is amazing. Op Group The Hype campaign. Stunning. Gedebut. So ek moes my nou altijd een geleentheid verander. Ja. So, wat is die feeling vir jou toe jy nou jou eerste keer jou muziek en muziek wat jy involved was om het te hoor op radio? Dit is moes my nou een ongelooflike gevoel. Om jou stem vir die breë wêreld te kan laat luister. So is a gerieflike gevoel. Alhoewel, a paar van my liedjes op die local radio al speel. Wow. Op Pier en FM. Ek denk maandag debut nog a liedje op Pier en FM. Wow. So, dis maar nou waarvoor ons werk. En dan kom TV en dan denk jy, wow. This is not a mistake. This happened because you worked toward it. Exactly. Well so said. So this basis is money. It's living the life. It's living the life. Living awesome the life. Stuff. And then obviously, what are the challenges that you have so far faced in your career? Or what are the challenges face you as an artist? Challenges, wow. It's a whole lot of challenges. That's ook a wye eenetjie. It's a wye een. Well, the challenges is man nou dat jy somtijds geloof jy nie, jy sal jou goals bereik nie. Want dit is een staf arbeid. Dit is, ja. En daar is soveel talentvolle mense. So, ek sê altyd, talent is nie genoeg. True. Jy moet hard werk om daai talent op een volgende level exactly. te kry. So, vir dis wat talent het. Werk maar nou hard. Daar is iemand, beter as my, as een beter skrywer as my. So ek gaan seker maak dat ek gaan elke dag een song skryf om beter te wees as die ander. Exactly. Maar daar is nog steeds iemand beter as my, so ek moet net aan mekaar werk. I know, and consistency is my dan. En wees, be aware of what's trending. Ah. Want radio's luister nog na wat gebeur nou op jou radiospasie. So, ek weet jy wil jou liedjie skryf wat jy van hou. Maar soms moet jy maar kyk ja, soms moet jy maar nou jou denke verander misschien een bietjie. Net om te kom waar... Om het te laat sell op die einde van die dag. Because you want to sell your music. That's the thing. And once you have reached that status, nou kan jy maar nou sê, kijk jy, dis wie ek is. Dis my style. Dis eindelijk wie ek is. Love it. Musician. Love it. Musician. Love it. So,
dus mijn opa. Awesome. En had jij ook gewerkt met Sir Camillo Lombard? Vertel ons van Mr. Lombard. Yes, Mr. Lombard. Vertel ons een beetje daarvan. Mr. Lombard, man. Ik het in die begin van die jaar en toen besluit ik dat ik en George moet ik uit. Van een beetje stram is die industrie. Toen zei ik voor mezelf, oké, hier moet ik uit. Ga maar naar elkaar toe. Kijk nou wat gebeurt. Toen kom ik in contact met iemand wat was de Lombard ken. Toen zei ik gewoon, kijk broer. Broer, hey. Kijk broer. Reel net zo'n interview met, yes. Of een geleentheid dat ik niet kan verzelfs. Ontmoeting. Net een ontmoeting. Net zo'n high five. Meer, ja. Ik is ook moest maar ja. Hij ook. Toen krijg je mij nou die geleentheid om met Mr. Lombard net te gaan gesels oor wat ik doe. Toen gesels ons nou. En toen zei hij voor mij, die was zijn woorden, we love the ink in your pen. Hey! So dis wat het gebeur het. En toen, van haar af, toe geef mij nou die geleentheid om voor Anna meer bekende artists wow. te schrijven. Wauw, als je kan noemen, voor wie die goed is nog niet gereleased. Oké, cool, hou het vast, hou vast. Awesome stuff. En dan de laatste paar vragen, hoe blijf jij motiveerd om dat elke dag te doen? Want ik kan hoor die passie in jou, in jou stem, ik kan hoor dat jij hoor erg bij je ervan. Dat is niet het ding wat jij opgestaan hebt, so wat hou voor jou? Ik zal zeggen, mijn producer, mijn broer, wow. Hij houdt mij verschrikkelijk op mijn toon. Wow, stunning. Hij zal misschien voor mij zeggen, als ik de man schrijf, en hij zal even mij zeggen, kijk hier, Sean. Step up. Brother, je hebt net geen song die week geschreven. Wow. En dan moedig hij me nou aan om elke dag een liedje te schrijven. Wow, amazing. Ik denk, mijn broer is mijn motivation. That's amazing. Als het ook niet voor hem was, ik blij dat ze, maar ik ga dat anders zeggen. Hij heeft voor mij gezegd, kijk hier bro, als je wil muziek doen, dan moet je beginnen schrijven. Wow. Al begin is nonsens te schrijven, een hele klomp nonsens. Is het begin. True. Toen ik het bij game gewerkt, dan kom ik bij de huis en dan schrijf ik een hele klomp goed. Ik kon nog geen muziek spelen en dan kom ik bij iemand wat keyboard kan spelen en dan maak ik die musical sense. Nee. Oké. Okay. So, toen moest ik nou leren om piano te spelen. En toen leer ik mezelf een piano te spelen. Ik wil je niet gevraagd, is je zelf dood of heeft iemand jou geleerd? Ik is zelf dood. Wauw, ja. Amazing. So, toen moest ik nou leren om piano te spelen. Net om mijn gevoel op die song te schrijven. Dat is amazing. So, dus basis dat zo. So, ja, dat is basis. Lovely. En als er mensen wat naar je muziek wil luisteren, zoals lekker wil je zien. Waar kan je je muziek krijgen? Ach, ik is. Jullie kan mijn Facebook page, Musician. Musician. So, jullie kan een paar gekjes krijgen daar. En dan ook op SoundCloud, Musician. Musician. En dan ik is bezig met een paar YouTube-video's wat ik binnenkort ga release. Awesome. Met oor songwriting en hoe je begint die proces. Dat is amazing. Vanaas bij je mensen wat die weet. So, hulle wil maar net weten hoe en waar. Waar begin jij? En hulle kan eigenlijk leren dat jouw mistake zit of goed wat jy nie gehad het. Definitief. Van jy hoef jy nou te begin waar ek true kan begin. Story. Ek kan op jou sê, kijk, doen liever dit. Moet nie die ander ding doen nie. Ja, yes, ja, lovely. So, en as ek nou dat ek miskien wil hê, jy moet vir my een song skryf, wat doen ek? Moet ek auditie? Moet ek miskien vir jou nou een song sing om vir jou te... Kijk. Of jy my level op van my stem kan hoor of wat? Basically moet ek nou eers hoor wat die type stem het jy. Oké, okay, cool. Ik het een hele klomp liedjes. Is het? Ik ga gewoon voor jou song zingen. Ik ga naar een auditie gaan. Kijk je gewoon voor mij of ik ga maar een kerkliedje. Dus allemaal gaan bij de kerk. Ik ga gewoon voor jou song zingen. Zeg je gewoon wat type genre of music denk je is ik en goed, nee? Amazing grace, how sweet the sound that found a wretch like me. Je gaat zien lang, wat jy invat die. Ek staan eindelijk uit, dis eindelijk, denk jy nie gaan goed staan as een lady. Denk jy, ek moet maar eers in die background.
Kijk, begin maar met die back. Soos ek is maar nou in die background. Ek skryf maar nou vir ek mense. Ek maak jou sê gebruik hulle afwoord te kry en dan sal ek later dan na voren Stunning. Kom. Ek like die manier hoe jy dit gaan word. Ek dink jy moet eintlik pop idols doen. Jy is eintlik goed in pops. Jy moet eintlik op die level die judging. Jy moet judge daar want jy laat mense eintlik goed voel. Ek gaan jy laat mense goed nee, ek glo dit. Ek glo dit. Sure, dit is great om vir jou op die show te het, man. Jy sê dit is regtig nice hier in George en dit is great om nice talent te kry hierso in George, man. En ek is seker die mense in die Kaap en oral in Suid-Afrika kan geïnspireerd word deur jou woorde vandag. So baie dankie. Enige laaste woorde of advies wat jy wil gee vir die mense daarso wat miskien kyk? I think to the young artists. Mm-hmm. Bly gefokus. Los maar nou die vrou mense so body parts uit en al die goedjies. Mm. Van ons wil ons maar nou respectful is towards ek hoor jou, ja. Verstaan, van jou ma is een vrou. True. So, hoekom wil jy nou een vrou mens disrespecteer? True. Nou moet jy hele wereld daarvan weet. En dan wil jy nou geld verdien. Nee? En dan wil jy nou baie geld uitmaak. Mm. So, keep it real. Wow. Want, ek meen, ons is mens. Exactly. Ons kom uit huis uit, wat ons respect geleer het. Sure, amazing. So, Just keep it real and keep dreaming, keep the dream alive. Stunning. If you want to do this, push, but it's hard work. Definitely. Thank you so much. Ja, dis lekker baie, ons kuier saam. Die kinders baljaar en dis lawaai en die kwille gesels so met mekaar terwyl die vuur brand met dit op in my hand. Ja, dis lekker, lekker, lekker by die see. Lekker by die see, lekker by die see. Ja, dis lekker, lekker, lekker by die see. Lekker by die see, lekker by die see. Ja, dis lekker by die see, hoender boutsie in my hand. Want die waai lekker soos ons loop op die strand. Hand in hand, ek geen emotie, gesel soos ons stap. Ek sien my lief, ek is blij, ek het jou gevat. Op pad na die kiffie, op soek na een roomhuis. Op die sand, ek geen emotie, en voel ons baie thuis. Enjoy the conversation, soos ons wacht vir die vleis. Een lekker rooi wijn, sien my in een blokkie ijs. Ja, dis lekker by die see, dis lekker by die see. Geniet die eindjie saam, en dan kom ons morgen weer. Ja, dis lekker by die see, dis lekker by die see. Geniet die eindjie saam, en dan kom ons morgen weer. Ja, dis lekker by die see, ons kuier saam. Die kinders baljaar, en dis lawaai. En die kwille gesels, so met mekaar. Terwyl die vieren brand, met dit shop in my hand. Ja, dis Sommerwinking aan weer, ek en emotie blom lekker met een appel en een peer. Lam het uit op weg, bij sonnetjie skyn, dit maak my lei. Ek wil niet lee op die strand, met my meisie aan my kant. Ek vraag wat, hoe voel zij, sy sê, baby, ek voel lekker. Vraag wat, hoe bedoel zij, sy sê, lekker soos ek krek. Een koole bek langs my, lee my bene gekruis. Een lekker limonade met twee blokjes ijs. Ja, dis lekker by die see, dis lekker by die see. Je kom een wolkje uit die jaste, je kom tentie weer. Ja, dis lekker by die see, dis lekker by die see. Al vallen lekker doodsie, ons al swem in die reer. Ja, dis lekker by die see, ons kuier saam. Die kinders baljaar en dis lawaai. En die kwille gesels so met mekaar. Terwyl die vieren brand met het shop in my hand. Ja, lekker baby, 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 lekker baby,
dansen met mekaar. Terwijl de vieren praat met de chocolade. Ja, ja, ja. Dat is bijna weg.